Jan Verloon, oud skileraar en de komende week te horen op de livestream van het WK Inlineskaten. Vandaag is de eerste dag. De finales van de junioren zijn de 500 meter en de puntenafvalkoers. Wat verwacht jij ervan? Ja, het is moeilijk om te zeggen. Het is de eerste dag van een wereldkampioenschap en alles is nieuw. Ik heb een aantal goede Colombianen gezien, die zijn eigenlijk altijd goed. En Chinees Taipei, Taiwan, was ook heel goed. Dus ik verwacht eigenlijk op de 500 meter junioren dames echt de strijd tussen Colombia en Taiwan. En ja, zoals altijd zal het waarschijnlijk wel Colombia worden die de wedstrijd wint. En de afvalkoers bij de dames junioren wordt heel erg onvoorspelbaar. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk Colombia zal altijd goed zijn, die zijn altijd goed op WK's. En voor de rest, het zal waarschijnlijk de Italianen en misschien kan Bente Kerkhoff nog iets leuks presteren. En bij de junioren heren? Bij de junioren heren hebben we wel wat leuke wedstrijden gezien al op de 500 meter. Janne Botman en Marijn Schepkamp reden ontzettend goed. Ze zitten bij elkaar in de tweede halve finale. Dus hopelijk gaat er minimaal één van de jongens door en zien we ze terug in de finale. Dat zou al fantastisch zijn. En de lange afstand hebben ze ook al serieus gereden. Daar gingen Jordi van Workum en Teun de Wit gingen makkelijk door naar de finale. En dat zijn echt jongens die wel in staat geacht moeten worden om een medaille te halen. Dus dat zou fantastisch zijn als we gelijk op de eerste dag daar een medaille kunnen halen. Ik heb er wel goede hoop in. En dan hebben we natuurlijk ook nog de senioren. Die rijden hun finale op de 1000 meter en de afvalkoers. Wat verwacht je daar? Ja, de 1000 meter hebben we in de series gezien dat Kai Schipper ongelooflijk goed in vorm is. Hij reed bijna zijn hele serie op kop. Echt een heel strak tempo, dus dat zag er heel goed uit. Of dat genoeg is voor een wereldtitel of een podium, ja, die kans die acht ik klein. Maar ja, daar zien we mannen als Bart Swings en ook de Colombianen Causil en Munoz zullen daar gaan strijden voor de wereldtitel, denk ik. En de lange afstand bij de heren wordt echt een strijd, denk ik, tussen ook weer diezelfde Bart Swings toch wel en de Colombianen. Ik vond Gary Heckman heel goed oog in de series, maar ik denk dat Gary eigenlijk zijn kansen opoffert voor Luc. En Luc, het zag er ook goed uit in de serie, maar ik verwacht niet meteen dat hij gaat meestrijden voor de medailles. Ja, bij de dames in de halve finale op de 1000 meter hebben we twee Nederlanders aan de start. Dat zijn Bianca Rozeboom en Elisa Dul. En met name Elisa reed in de series heel erg goed. Dus ik hoop eigenlijk voor Elisa voor een plekje in de finale. En ja, in de finale kan eigenlijk op een 1000 meter alles gebeuren. Valpartijen, duw- en trekwerk. En ze is gewoon volgens mij heel goed in vorm. Of het een medaille wordt, die kans acht ik klein. Maar een finale plaats zit er zeker in. En dan hebben we natuurlijk nog de lange afstanden. Daar rijden volgens mij Maya de Jong en Marijke Groenewoud. Dat zijn beide eerste jaar senior. Het is denk ik voornamelijk een toernooi voor deze twee om te leren. En ja, als ze een top 10 positie zouden halen dit WK, dan zou dat al heel erg goed zijn, denk ik. En wie maakt de kans om te winnen? Ja, vorig jaar won Francesca Lollobrigida. En ik denk eigenlijk dat zij wel weer de te kloppen vrouw is op de lange afstanden dit WK. En je hebt ook wel twee hele goede Colombianen, Arias en Viveros. En die hebben samen denk ik al meer dan 10 wereldtitels. Dus ja, dat zullen wel de grootste concurrenten worden van Lollobrigida. Dankjewel Jan. En we zijn heel benieuwd wat het gaat worden. En we spreken je morgen.